We zitten dus in de tweede afleveringen van het vertelstukje van Gembrugge naar het einde van de wereld. Mijn vertelstukje is begonnen in 1972 in Gembrugge en we zijn nu 20 jaar verder. Ik verhuisd van Gembrugge naar Malen. De Kiegetruid, dat was in 1972, ben ik van Gembrugge naar Gembrugge verhuisd. Van bij mijn moeder naar een klein appartementje met nog een kolenstoof. Ja, en als de kinders kwamen, vertrokken naar Gent. En toen in Ustakker gewoond. Maar dan hebben we de Kroo Herman, het orakel van Brakel. Was in de jaren 80 al begost met een afbrok van het openbaar vervoer. En hij schafte mijn station aan het Westveld af. En ik moest elke dag naar Brussel. Ik ben toen verhuisd, normale Veugelhoek, op een boogscheute van het station van Merelbeek. Dat is voordat de werkhuis van Nazerweg stond. Dat station, waar al de werkvolk kan afstappen, dat zullen ze wel niet afschaffen, puizig ik. Wie voor zichzelf zorgt, zorgt voor een goede vriend, zo een beetje gezegd. Station Merelbeke, dat ligt op het grondgebied van Gembrugge. Ik moet dus met een titel van Gembrugge naar het einde van de wereld niet veranderen. Het veeltreins vanuit Gembrugge, nog overal een nieuw verangst. Uk nog het andere einde van de wereld. Het kost dan met een trein, zoem erover stappen naar Zaventem. Het was een omnibus, hè? Tijd genoeg om al een goed stuk te lezen in het boek van Louis Ferdinand Céline, Reis naar het einde van de nacht. Het einde van de nacht, dat is de nuchtdenker. De ontnuchtering. Zit maar stille en boven, leeft en eet gezond. Doe aan sport mok gillawaat. Werk flexibel gelijk ne zot. Mokt hoofd en ziel kapot. Bij moer vuurt aan een burn-out. Van oost moeilijk wordt, of belangrijk is, de verkozenen, ze geven niet thuis. Ter gewoon niet vooruit, schiet er maar mee uit, de staat van een grote kuis. Ooit de weg verliest, ziek of ouder wordt,
wassen in een domme reek die in dagen fijn gesnaad. De jaren 90. Dat was een tijd dat Vlaams Blok van 400.000 kiezers in 91 nog 600.000 ging in 99. En het Front National in Frankrijk, dat pakte 15% van de democratie. Pim Fortuyn weer vermuurd in 2002. Berlusconi zat in de oppositie. En Clinton zat in de affaire Lewinsky. Ik heb niet gezegd dat Clinton in de affaire van Lewinsky zat. Ik probeer er hier geen vetje van te maken. Voor wie dat niet weet, wat een vetje is. De vetjes, dat worden de aangebrande liedjes van Karel Wari. Die daar zong, hoe ze de kinderen in de vrijheid naar huis worden. In 90 pakte ik en mijn familie, achter vele vakanties naar de zee en in Frankrijk, nog een keer het vliegtuig. Dat was nog Thailand. Het was lang van 77 dat we nog in een vlieger waren gestapt. We zijn toen in 77 nog Haiti geweest. Niet Hawaii, Haiti. In Wikipedia leesde over Haiti. Onafhankelijkheid in 1804. De enigste slovenopstand ter wereld die gelukt is. Het eerste zwarte postkoloniale land ter wereld. En nu Haiti. Dankzij de ongelijkheidsmachine, beschreven het meesterwerk van Paul Gosius, met de gelijknamige titel Haiti, waar domste landen ter wereld. En door mee, overgenomen nu door bandietenbendes. Het is onder Borlaak, dat Cuba, dat er nevens ligt, ondanks alle kluterijen, en de blokkade nog altijd stand uit. Wilder ging door in Haiti op familiebezoek. Wie erover uitleg wilt, kan dat krijgen, maar Luiters. Anders schrok weer nul wat dan moeten zijn. We zitten nu voor het moment nog altijd met mijn vertelselke in Gembrug. Allee, nog hand. Op mijn bureau in Brussel zei ze tegen mij, gelijk dat ik zei het al in mijn dienstafleveringen, en ik dacht eerst dat het een april is. Ze zei tegen mij, vanaf volgende maand gaat gij in Gent werken. Maar je moet er niet mee inzitten, we gaan u daarvoor meer betalen. Authentiek. Ik kan dat nu uitleggen, maar nooit een keer. Vanaf 1 april 92 ging ik elke dag door de Vlaanderenstraat. Van Malveugelijk naar Gent, langs Simbavo, om mijn dochter op school af te zetten in het bus van Hembrug naar Brussel. Entre parenthèse. Malveugelijk, dat is Malenheer. In de Veugelijk spreken ze nog Gaas. En ik hier over de ring voort, zit je op de boerenbuit. Het stond me wel goed bij mijn putje, hè? Met die overplooitsing naar Gent. Ze mochten mij verantwoordelijk voor het alarm van heel de bureau in de Vlaanderenstraat.
Oor stramien door het zoveel sleutel, wat de zieren door de vloeiende strooit naar beneden reed, sloeg dat alarm op tilt. In Balzema thuis vanuit Brussel. Monsieur, il y a un voleur, il y a du feu. Ik zei ja, dat is al hoe. Die een dief is aan het barbecue. Ben al onderweg. Ik kwam er toe. Stond er al een busje van de flikken. In een bende pompiers met een buil. Meneer, moet me de deur niet slaan? Ik zei, nee. Ik heb de sleutel. Ik zal de deur wel open doen. Ik zou de dokter achter in het rook gezeten. En toen zei een van die politieagenten tegen mij. Hoe ga ik hier gewoon kijken of dat in een dief niet op de zolder zit? Ik zit af van hier. Ik heb sleutel te verder gooien. Maar jij in de ruk een bankcontact in ons vasthouden. Dan moet dus regelmatig met geld gevuld worden. En normaal was dat voor een collega, want die was ik. Dus ik is aan plooit. Waar met wie, gelijk twee gruten, noord de Nationale Bank. Dat was geen dat Parske, maar dat de broers van Eyck zitten. Voor 8 miljoen in briefjes van Duist Frank. Ik krijg dus u 8 pakken met briefjes van Duist. Van de Groet van een Bakstiel. Ik had er nog nooit gedaan. Dus ik vroeg aan die meis, die toch gelijk in een aquarium zat, achter zijn kogelvrij glas, of dat hij geen zakje had. Hij hoort dat niet. Ik heb dus vanmorgen de centuren van mijn mantel goed aangespannen in die 8 bakstenen in mijn kleren gestoken. Terug in de Vlooienderstrooten. Ik begin dan maar zien te looien. Up, dat alarm gaat af. Er moest nog veel van op strooien. Ze biedt dracombis rond me. En het is niet te geloven. Ik zeg tegen die politieagent. Dat is niets, een kwerkier. Die geloofde me. Zoende zelfs met een pas te vroeg. Rees weer weg. Ik pazen, dat moet geweest zijn, omdat ik gaas klapte. Want ik zag er toen natuurlijk al niet uit, dat ik de nuge van de banken was. Mijn overplooit zijn in Organt, dat viel type met het begin van onze vele familiale intercontinentale vakantiereizen. Er was nog geen sprake van mijn ecologische voetafdruk. En daarmee studeerde ik, zonder Ivrangs bij stil te staan, snoes, lunchpauze, in Hotel de Nazer, ook in de Vlooienderstrooit in Gent. Indonesisch. Ik studeerde Indonesisch in de Noordloop Noor. En ik durf niet zeggen hoeveel. Reizen naar Jakarta, Denpasar, Kuala Lumpur, Kuching. Of waar ik dat ons met ons Indonesisch, Maleisisch onder de lokale bevolking kostte mij. Maar een tijd in Gent. Er waren wat moeite van mij die ook in Gent werkte. De vrijdag noenen was het afsprook in het keetje. Schuin ze over de vooruit. Voor de neerkjes in de porto van Hedy, van het keetje. En vooral de besprekingen van de wereldproblemen met wie dat er was. En ze worden er wel, hè, de wereldproblemen. Boven de grond, zichtbaar, op de natuurlijk,
De incidenten en oorlogen in Joegoslavië, Tsjetsjenië, Irak, Israël, Congo, Nepal, Afghanistan. 9-11 moest nog komen. Mandela weer president. En Dutroux weer gearresteerd. De 400.000 betogers tegen de atoombommen van 10 jaar eerder worden we nog niet helemaal vergeten. Maar ondergronds, onzichtbaar, in achterbaks, werd er nistig gebouwd. Gesleuteld en bijgebouwd aan de ongelijkheidsmachine. De machine beschreven in het meesterwerk van Paul Gosses met dezelfde titel. Hier was dat bijvoorbeeld met de loonnorm. Dat de CEO's onder Rolex kosten kopen. De Maastricht-normen. Om hier op even wat te besporen. Is u dat de aandeelhouders onder eigen kost tracteren. Met een bui van fiscale achterpoortjes. Voor de mannen met de dikke portefeuilles. Wat voorbeelden. En er komt nog bij, die machine werd ook intercontinentaal. Met als gevolg dat overal, over heel de wereld, de armoe meer en meer slachtoffers mocht. Zodanig dat de 1% rijkste oost de helft van de wereld kunnen bezitten. En hier heeft de stootshervormingen aan de racisten een grotere micro gegeven. In het keetje wisten we nog niet dat, gelijk dat blok de migranten nu te geven om stemmetol, de populisten voor meer frustratie zorgen, omdat ze de malcontenten nu te gaan om op pulder te stemmen. En gelijk dat de protesterende boeren in Holland betold werden door de agro-reuzen, zijn het de neoliberale geldwolven die ervoor zorgen dat er voldoende malcontenten ormezooiers overblijven om op pulder slepende hoogers te stemmen. Maar dat beseft we inderdaad nog niet in het keetje. Ik heb een beetje laten meeslepen. Maar dat komt door het voortschrijdend inzicht. Kijk, om over iets anders te klappen. In de jaren 90 kost je minstens 1 keer per week in de financiële economische tijd in de tegenkomen die te woorden tussen droom en daad van Willem Elschot citeerde. Elke keer werd het werk van mijn literaire held misbruikt door de captains of industry of onder slapende rogers. Als er iets niet nog onder roesten was of de socialisten hielden iets tegen, stonden ze geriet met dat citaat van Elschot en met hun rechts wook waarschijnlijk in de lucht tussen droom en daad. Staan wetten en praktische bezwaar. Ik paas dat er veel horen die niet wisten wie de Elschot was, of die de rest van het gedicht, Het Huwelijk, door Elschot geschreven, als het er nog maar 23 jaar was, niet gelezen nooit. En doorstel wel in dat geover een eeuwige mens. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
in haar kneur. En ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren. En die des avonds komt, als men slapen gaat. Ik ken dan nu al wel de weemoedigheid die niemand kan verklaren. De blauwe lucht. Ik huur je Frans fluiten, geen te douche, niets dan in je mag. Pak ik een trein of mee te veel rijden, nog niet Frans. Het strielen van de wind moet al gelijk. Blijf liever thuis. Ik blijf liever thuis. Mijn bal kapot. De verdeur stoot open. Voor als er iemand komt. Als ik niet weet wie. Gelukkig was ik, tijdens 5 minuten stappen, ben altijd welkom. Drive heb ik al gekocht, maar al gelijk, ik blijf liever thuis. Tot die weren, tot luren, met kuf tot tamatoor. Een Dalai Lama, hij is uit en hij is versleten. En hij is in verzekering al guldig angst vergeten. En die druiven, dan kun je ze beter zelf nog opeten. Leeghanger, heeft er toch al aan gezeten. Met je leeggat op je zuil onder hun palen. Van op je mastalen kunnen de regendruppels talen. Kijk, daar is die vago. Geef de Willemoor mee. Een platte tube in de soepappen en scatje.
En wat zei er aan? Leeghanger, en er gaat uit de kuip. Begint er een keer aan, hè? Gelaas ligt over u. Aan de was goed te drugen. En die blijven nemen. En staat de vijf in de ondergoed. Ga door zijn kabel, mee wat aan mee doen. Blaffeturen toe, huk mijn zwarte gordijnen, mijn gsm, stoot op vliegtuig stand. De luchten uit, muziekjes in mijn uren, ik blijf thuis. Voilà, kon je ook de gordijn toe doen. In de volgende afleveringen blijven we niet thuis. We gaan effectief naar het einde van de wereld. Naar Barmoer. De Machu Picchu van de Himachal, India. Dat is wel letterlijk. De weg liep door Duit. Kun je alleen nog wegkeren. Het figuurlijk einde van de wereld, dat gooiden we al uren. De instrumentale muziek die je in deze aflevering kon sturen, dat is de muziek van de Strootschanders. Het is de muziek zonder stemmen, gelijk nu van Liever Thuis. De zogenaamde karaoke-versie van De Lobby en van We zwemmen achteruit. De woorden zijn te vinden op de website van de Strootschanders of te beluisteren op YouTube. In de karaokeversie kun je vrij downloaden als je ook een keer wilt zelf zingen met begeleiding. En nu nog een suggestie. Omdat vandaag de derde en laatste afleveringen van Hembrugge naar het einde van de wereld nog niet gereed is. In afwachting dus. Gewoon een keer op zoek naar Pablo Casals. Pablo Casals, mijn C, een van de beste cellospelers ter wereld. Een Spanjoord die, zolang dat Franco aan de macht was, niet wilde optreden in publiek. Zoek maar naar El Cant des Ocells of Song of the Birds, dat gooi ik. Dat is nog rustgevender als mijn vertaalstokjes.